Oma Brit leest voor. Het huis van meneer Peter. Een verhaal getekend en verteld door Elsa Besco in 1949. Meneer Peter woonde in een oud en vervallen huis aan het einde van onze lange straat. Meneer Peter wist heel veel en hij kende allerlei talen, zoals Russisch, Duits, Turks, Engels, Frans. En als er vreemdelingen in onze haven kwamen, dan werd er meteen meneer Peter geroepen, want hij was onze tolk. Meneer Peter had de hele wereld overgezeild, over verre zeeën en grote oceanen. Hij had gezien hoe gorilla's kokosnoten uit palmbomen plukken en hoe vulkanen vuur spugen. En als hij een verhaal vertelde over zijn vele reizen, zaten we allemaal gespannen te luisteren, en ieder van ons hoopte later net zoveel mee te maken als meneer Peter. Meneer Peter kon prachtig fluit en mandoline spelen. En hij kon zelfs de hoge trillers van vogels nafluiten. Zwaluwen, meeuwen, duikers en eenden lokten die allemaal makkelijk naar zich toe. En ze kwamen allemaal uit hun hand eten. Meneer Peter kon de fraaiste schepen uit hout snijden. Als het schip was opgetuigd en klaar om op de golven te dobberen, dan stonden er altijd een groepje kinderen om meneer Peter heen. Vol bewondering keken ze naar het schip en je kunt je wel voorstellen dat ze het allemaal graag wilden hebben. Maar meneer Peter wist altijd precies wie het schip mocht hebben en wij moesten ons gewoon neerleggen bij zijn keuze. Want meneer Peter was altijd rechtvaardig en meestal koos hij het kind dat op dat moment een oude trui en een verstelde broek droeg. Een mooier geschenk dan meneer Peters schip kon je niet krijgen, want dan werd je meteen voor een week of twee de aanvoerder van de groep. Meneer Peter was ook onze dokter. Hij zette gebroken armen en benen en als er eens een schaap, een kip of een geit ziek werd, dan zei men, ga maar eens vlug naar meneer Peter, hij zal het wel beter maken. Ook als de klok niet meer liep of een deur niet wilde sluiten, riep men meneer Peter erbij. Hij maakte alles weer. Ja, meneer Peter was heel handig en knap en voortdurend voor iedereen in de weer. Maar toch was hij straatarm. Hij woonde in een oud vervallen huis, want hij kreeg schouderklopjes en bedankjes genoeg, maar niemand dacht eraan om hem voor zijn hulp te betalen. En op een avond zat meneer Peter een schip te snijden en wij stonden allemaal om hem heen. En ineens kwam de veldwachter aanlopen in zijn blauwe uniform met gouden knopen. Hij keek boos. Dat krot van jou stort vandaag of morgen in elkaar, zei hij tegen meneer Peter. Als je het niet snel opknapt, dan wordt het afgebroken. Begrepen? Het huis is een schande voor de straat. Je krijgt 14 dagen de tijd om het in orde te maken. De veldwachter maakte rechtsomkeerd en meneer Peter zat er betreurd bij te kijken. Arme drommel die ik ben, zei hij en hij krabde in zijn nek. Want planken, stenen en verf krijg je niet voor niks. En meneer Peter had geen rode cent. Maar slimme Koen, het zoontje van de timmerman, en dikke Jan, het zoontje van de metselaar, Pietje van de smid en Toontje van de kruidenier, dachten, meneer Peter heeft ons vroeger toch ook altijd geholpen? Nu moeten wij hem maar eens helpen. En ze legden hun plannetjes voor aan de beide dochters van de koetsier en aan Tim, de zoon van de schilder. De volgende ochtend heel vroeg stopte er een vrolijke stoet bij het huis van meneer Peter. De karren werden afgeladen en de tuin lag al gauw vol met stenen, planken en gereedschap. Allemaal wilden we meneer Peter helpen en we gingen meteen aan het werk. Er werd gezaagd en geschaafd, getimmerd, gemetseld en geschilderd. En meneer Peter moest vertellen wat er moest gebeuren. De ramen kregen zowel voor als achter luiken en de smid maakte een prachtige windwijzer voor op het dak. De kamer kreeg een bloemetjesbehang en het plafond werd gewit. De keuken werd geschilderd in mooie hemelsblauwe verf met lijnolie, die niemand anders dan Tim, het zoontje van de schilder, kon mengen. Je kunt je nauwelijks voorstellen wat een drukte het was bij het huis van meneer Peter, waar iedereen meehielp het huisje op te knappen. Op het dak kwam een prachtige duiventil
die Koen van zijn vader gekregen had. Ze werd korenblauw geschilderd met een rood dak en het huis werd geel met groene luiken. Het werd echt heel mooi. En op het dak legde Jan nieuwe rode pannen in keurige rijen. Op de nieuw opgemetselde schoorsteen werd een mooie metalen plaat getikt, want de oude was helemaal gedeukt. Pietje had die bij zijn vader weten los te krijgen. En rond de tuin van meneer Peter zetten we een hek met een fraai slot op het poortje. Toen het huis klaar was, zetten we een krans op het dak en hielpen we met elkaar alle rommel op te ruimen. Meneer Peter begon een vrolijk melodietje op zijn fluit te spelen en van alle kanten kwamen de mensen aanlopen om het huis te bewonderen. Ze gingen ook snel koekjes, snoep en frambozenlimonade halen en het werd een vrolijk feest zoals men nog nooit had meegemaakt. Toen een paar dagen later de veldwachter bars en streng terugkwam om het huis van meneer Peter te laten afbreken, bleef hij met open mond staan kijken. Wat is dat nu? Wat is hier gebeurd? Dit is ineens het mooiste huis van de hele straat. Maar meneer Peter gaf geen antwoord. Hij had het veel te druk. Hij was de boot aan het optuigen die voor Tim bestemd was. Weet je, het huis van meneer Peter staat er nog steeds, hoewel meneer Peter al lang dood is. Het huisje straalt nog altijd als een vuurtoren. De verf is nog altijd even mooi. Want weet je, die verf heb ik zelf gemengd, zegt Tim.